Welkom bij een nieuwe aflevering van Bij de Hond in de Pot. Ik spreek vandaag met Jan Scherpenisse. Hij is huisarts te Valthermond en dat is in Zuidoost-Drenthe. Welkom Jan. Dankjewel. Misschien dat je je even voorstelt en ook even uitlegt waar Valthermond ligt, want dat zal niet zoveel mensen weten. Ja. Jan Scherpenisse, geboren in Rotterdam. Ik ben ruim 20 jaar huisarts in Valthermond. En daar eigenlijk een beetje toevallig beland, omdat ik samen met een collega met wie ik al die jaren heb samengewerkt, op zoek was naar gewoon een stukje ruimte, platteland, praktijk vestigen of overnemen. En eigenlijk probeerde de gezondheidszorg, de huisartsenzorg in de volle breedte te kunnen uitoefenen. En dat is hier en daar zijn we wat sollicitaties gedaan in een periode dat het eigenlijk vrij makkelijk was om een praktijk te vinden. Dat wisselde enorm, maar we hadden toen het geluk dat we eigenlijk het voor het uitkiezen hadden, min of meer. En het werd toen Valthermond en dat had ik vooraf ook niet op de menukaart staan. Maar het was qua ligging, ruimte, het sprak eigenlijk ons direct al aan van Drenthe, ik heb er verder ook geen wortels, maar het was ruimte, was mooi, het was aantrekkelijk en we zagen er allebei eigenlijk wel hel in om te zeggen, prik op de kaart en we gaan daar onze onderneming, huisartspraktijk gewoon starten. En dat doen we nu dus ruim 20 jaar. Zuidoost-Drenthe, Veenkoloniën, dus eigenlijk een van de jongste gemeentes in Nederland, want 175 jaar geleden stonden de mensen hier nog met zweet op de kop het turf te steken. Dat is inmiddels ook alweer geschiedenis, maar het bestaat dus eigenlijk nog niet zo heel lang. En het is een lindorp, dus ook wel kenmerkend in tegenstelling tot hoe mensen Nederland en de dorpjes in Drenthe kennen. Het zijn niet de S-dorpen, het is niet het zand, maar het is echt veenkoloniaal en bevalt uiteindelijk nog steeds prima. Ja, en ik ben er geweest voordat jij er ooit geweest bent. Ik ben amateurscheidsrechter geweest. En toen ik hoog in zondag amateurs gefloten heb, moest ik een keer naar Valthermond. En ik kan me goed herinneren, met de trein naar Emmen. En toen werd ik opgehaald door het bestuur. En tot mijn grote verbazing was er nog minstens 20, 25 minuten in de auto. En ik dacht, ik ben zo ver in Drenthe in Emmen, dat ik dan nog 25 minuten kan rijden naar die plaats. Maar herkenbaar. Ja. En ik heb trouwens de eer om met misschien nog een paar van de jongens die toen op hoog niveau speelden, nu in het bierbuikenteam te voetballen op zondagmorgen. Okay, dus als je leuk vindt, mag je nog een wedstrijdje komen fluiten. Ja, ik weet dat het een hele lange afstand is. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Misschien is het goed om te beginnen. Ik heb jou opgemerkt omdat je met iets bijzonders bezig bent met betrekking tot aanpak van de patiënten van COVID-19. Maar misschien kunnen we even starten met wat jouw ervaring is met COVID-19 onder jouw patiënten. Wanneer hadden jullie je eerste patiënten van COVID-19? De eerste patiënten die kwamen bij ons in het noorden van Nederland en dus ook in onze praktijk pas in beeld in de, zeg maar, na de zomervakantie. Dus de tweede golf, om het zo te zeggen. En werden die mensen dan allemaal ziek of heel erg ziek? Of hoe ontwikkelde zich dat? Ik denk dat dat zich ontwikkelde zoals het ook landelijk is. De meerderheid krijgt wat lichte griepverschijnselen of wat zwaardere griepverschijnselen. Dat wisselt van individu tot individu. En een klein deel ervan kwam in beeld omdat er na ongeveer een week echt verslechtering optrad en daar heel veel patiënten zeg maar echt mee in de problemen kwamen. En dat is een minderheid van het totale aantal. Wat was het totale aantal bij jullie? Ik denk dat wij nu iets van 180, 190 COVID-besmetten, bewezen besmette patiënten geregistreerd hebben op een praktijk van 4600 patiënten. Nou ja, dus ongeveer 4% ergens in de buurt. Ietsje minder, ja. En hoeveel van die 180 zijn dan, laat ik zeggen, erg ziek geworden, waar je echt iets speciaals moest gaan doen? Ik denk dat dat ongeveer, ik ben een beetje de tel kwijtgeraakt, dat zal zo nu rond de 25 à 30 patiënten zijn. Ja. En wat gebeurt er dan met die patiënt als het slechter wordt en wat voor keuze heb je dan eigenlijk als huisarts? Wat heb jij gedaan? Er is geen richtlijn om die patiënten te behandelen.
Het is dus watchful waiting. Dus je probeert de patiënt in elk geval wel in de gaten te houden. Redt hij het in het ziekteproces thuis? En ja, de richtlijn is eigenlijk als het niet goed gaat, verwijs je de patiënt voor verdere hulp in de tweede lijn. Dat is de richtlijn. Ja, en wat gaat er dan niet goed? Hij wordt zieker, maar wat gebeurt er dan met name met zo'n patiënt? Ja, dat is een hele goede vraag, want ik heb dat in nu een jaar media en televisie volgen eigenlijk nooit echt goed uitgelegd gezien of gehoord. Voor het gemak is het goed om de COVID-infectie in twee delen te splitsen. Dat geldt ook niet voor iedereen en het is ook niet een vast patroon. Maar het helpt wel een beetje in het onderscheid maken tussen wanneer wordt het nu gevaarlijk. Week 1, dus vanaf de eerste dag van ziekteverschijnselen, 7 dagen verder, zijn we eigenlijk bezig met het klaren van het virus. Hè. Dus je krijgt eerst virusaanval, virusdeling met alle kenmerken van dien. Dus griepverschijnselen, hoofdpijn, buikpijn, spierpijn, koorts, et cetera. En dat is voor heel veel mensen gewoon herkenbaar als griep. De een wat heftiger, de ander wat minder heftig. Maar na ongeveer een week zien we bij een aantal mensen dat ze denken eigenlijk op te knappen, koorts is weg. De meeste verschijnselen die zijn een beetje aan het weg hebben. En dan treedt er een benauwdheidsfase in, die door heel veel patiënten wel wordt herkend. Ik word wat kortademiger, ik word meer moe. Maar de ernst ervan, wat er dan gebeurt, wordt door heel veel patiënten niet herkend. En dat is vooral erg essentieel om die patiënt dan in beeld te hebben en te kijken waar gaat het verhaal naartoe. Wat gebeurt er dan in het lichaam? En welke kant gaat het dan op als het de slechtste variant is? Wat er precies gebeurt, dat is natuurlijk een vraag die je aan intensivisten moet stellen, want die kunnen dat heel goed uitleggen, omdat die eigenlijk met alle onderzoeksmiddelen dat heel goed kunnen verklaren. Ik heb wel heel veel contact gehad en gezocht ook met specialisten om dat zo goed mogelijk te begrijpen. Want ik sta als huisarts in de eerste lijn en ik heb daar natuurlijk niet direct de data van. Maar wat heel erg kenmerkend is, is dat er een ontsporing van de immuunreactie na kennismaking met die virusdeeltjes ontstaat. Dat wordt de host response of de gastheer response genoemd. En daarbij zie je bij een aantal mensen dat de afweer eigenlijk helemaal ontspoort. Er ontstaat een extreem ietsachtig iets in het lichaam. Het wordt ook wel cytokine storm genoemd. Dus allerlei immuunstofjes die een onderdeel zijn van ons immuunsysteem, die worden in één keer massaal aangemaakt. En daarbij lijkt eigenlijk ons lichaam zich tegen zichzelf te keren. En dat wordt ook wel als een endothelitis, dus een soort endothelontsteking beschreven. En dat betekent dat vooral bloedvaten, dus kleinere bloedvaatjes in het lichaam, kapot gaan. En dat is ook dus vaak de verklaring voor het benauwd worden. Dus het hele vaatbed in de longen, dat raakt ontstoken. Dus het is een longontstekingsbeeld wat zich over het hele longveld uitstrekt, met kenmerkende foto's die een beetje melkachtige structuren hebben. Het minder goed opnemen van zuurstof daardoor en dus het ernstig benauwd worden. En soms ook letterlijk het vollopen van de longen met vocht vanuit de bloedbaan. En dat is bij jouw patiënten gebeurd? Of kon je in een bepaalde fase nog dat stoppen? Of moest je ze onmiddellijk naar het ziekenhuis sturen? Wat gebeurde er dan met die 25 patiënten? Ja, op het moment dat ik die patiënten, dat er echt een hulpvraag was van ik word benauwder, had ik eigenlijk me al zoveel verdiept in COVID en de complicaties van COVID, dat ik eigenlijk een beetje een soort kennisvoorsprong heb gehad die ik bij die patiënten die ik heb bezocht, die echt benauwd werden, hè, vanaf zeg maar de dag 7 in één keer een knik hadden in het verhaal, dus niet herstelden, maar slechter werden. Daar had ik voor mij eigenlijk al een soort plan, die hele ontstekingsfase waar ze in komen, die tot steeds meer benauwdheid leidt, met in de regel dan een opname in het ziekenhuis, dat wil ik eigenlijk proberen aan de voorkant te tackelen.
En dat ben ik in samenspraak met de patiënt, met de uitleg van de medicatie die ik daarbij voorstelde, dat ben ik gaan toepassen. En wat gebeurde er dan vervolgens met die patiënt? Ik heb de veronderstelling minder zuurstof opnemen of een probleem in de zuurstofopname als gevolg van beschadiging van de vaten, heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk objectief te houden. Dus ik ben zeg maar altijd begonnen met het meten van het zuurstofgehalte in rust. Mijn benadering was eigenlijk heel simpel. Als je een zuurstofopnameprobleem hebt en je doet een lichte inspanning, dan vraagt het lichaam om meer zuurstof. En als de longen daar problemen mee hebben om dat op te nemen, dan moet je dat kunnen meten. En dat bleek in een aantal gevallen heel duidelijk meetbaar. Dus mensen die hebben in het begin zeg ik ga eens 2 keer de trap op en af. En een gemiddelde trap heeft voldoende treden om dan toch echt wel zuurstofschuld te maken. En ik zag bij die mensen dat er een behoorlijke dip zat, het verval zat in het zuurstofgehalte in het bloed. En dat was voor mij een reden om te veronderstellen dat dat ontstekingsproces eigenlijk begonnen was. En er ook reden was om die ontsteking dus ook te gaan behandelen. Moet je ze dan niet meteen naar het ziekenhuis sturen of kan je ze nog eerst behandelen in dat geval? En hoe dan behandel je het? Ja, kijk, naar het ziekenhuis sturen is, dat doe je als mensen niet veilig meer thuis zijn. En als ze nog een beetje kunnen rondlopen en ook de trap op en af kunnen lopen en eigenlijk functioneel zich kunnen handhaven thuis, dan denk ik dat je ziek zijn en beter worden, kan je nergens beter doen dan gewoon thuis. Maar er kan natuurlijk een te veel benauwdheid ontstaan. Dat is natuurlijk vooral ook, denk ik, een klinische inschatting die je maakt. Het is niet alleen een getalletje meten, maar je observeert de patiënt. Je vraagt, je ziet de patiënt ook niet 1 keer, maar meerdere keren. Soms dagelijks en soms ook al eens meerdere keren per dag. Dan vraag je af, waar hou je de tijd vandaan? Het is ernstig. Het is een ernstig ziektebeeld. Je moet het goed bewaken. Ik ben gelukkig nog niet zover in de situatie beland dat ik de patiënt ook zo slecht vond dat ik hem in moest sturen. Omdat in alle gevallen die behandeling heel succesvol bleek te gaan. En wat was dan die behandeling die jij dan toepast op het moment dat je zag dat ze die inzinking kregen? Voor het moment dat er echt sprake is van een knik en mensen benauwder worden en dus zeg maar zuurstofopnameproblemen maken, aantoonbaar, meetbaar. Ben ik dexamethason gestart, 6 milligram. Dat is eigenlijk exact hetzelfde wat de patiënt ook in het ziekenhuis krijgt, maar dan wel in combinatie met zuurstof. Er zijn nu ook voldoende data om te weten dat nu ook een soort richtlijn is. Als die patiënt aan de zuurstof moet vanwege zijn slechte situatie, dan wordt dat gecombineerd met dexamethason en veelal bloedverdunners, preventief. En ik ben die dexamethason eigenlijk sneller of eerder gegeven in de thuissituatie. Dus niet in de situatie dat die patiënt zuurstofbehoeftig is, maar wel in de situatie dat die patiënt problemen aan het ontwikkelen is met het opnemen van zuurstof. Dus dat zit, dat is de, ik heb dat zeg maar als je praat over cytokine of afweerstorm, zie ik eigenlijk meer dat ik opereer in het gebied van een afweerwind die is opgestoken. En dat doe je dus, begrijp ik, met een nogal geavanceerde manier van zuurstof meten, hè? Met speciale zuurstofmetertjes. Ja, eigenlijk is een zuurstofmeter, ik maak er nu denk ik 10 jaar gebruik van, in het begin ook sinds een zuurstofmeter, een nieuw gereedschap in de tas, maar het is in feite ook voor deze ziekte een onmisbaar middel. Ik zie het eigenlijk niet veel anders dan een thermometer. Dus als mensen geopereerd zijn of na een bevalling of er is reden om ze extra te bewaken, dan heb je een thermometer. En een thermometer zegt hoe warm je lichaamstemperatuur is. Heel simpel. En een zuurstofmeter geeft aan hoeveel zuurstof je in je bloedbaan hebt. En dat is voor gezonde mensen een vast patroon. Voor mensen met longziekte ligt dat ietsje lager. Maar het is heel simpel te meten. En wat tegenwoordig met je koopt zo'n ding voor 12, 13 euro op internet en heb je hem een dag later binnen. Ik heb onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zuurstofmeters. Er zijn eigenlijk niet veel slechte saturatiemeters te koop. Ze zijn allemaal wel redelijk betrouwbaar. Dus het is voor een patiënt eigenlijk heel makkelijk om zoiets zelf aan te schaffen. Dat was ook mijn advies in het begin.
Ik heb er zelfs eerst eentje uit mijn tas te leen gegeven voor het continu en het vaker meten. En toen dacht ik, ja, dat kan ik niet blijven doen. Dus ik heb toen contact gezocht met een bedrijf, Medicine Man. En die vertelde over de ideeën, over het aanpakken. En die waren zo enthousiast dat ik gelijk de volgende dag 10 super luxe digitale metertjes had met Bluetooth-functie. Die kun je koppelen aan een mobiel. En daar kun je ook via een app op de telefoon een account mee aanvragen voor een platform. En het leuke is dat de patiënt dan thuis de zuurstof meet en ik direct de zuurstofwaarde op dat platform van die patiënt kan meekijken. En toen is eigenlijk wat meer structuur in het verhaal gekomen. Dus er gaat als het ware een alarm af bij jou als het te laag is. En dan ga je meteen naar die patiënt toe en doe je wat je kan doen. Is dat wat eigenlijk het bijzondere ervan is? Ja, theoretisch kun je het inderdaad zo instellen dat je als patiënten onder een bepaalde waarde komen, dat je een alert krijgt. En dat kan je op je mobiel bijvoorbeeld instellen. Maar ja, goed, een mobiel is natuurlijk een ding wat 100.000 keer piep zegt per dag. Dus je moet ook een beetje oppassen dat je niet overprikkeld raakt. Ik heb eigenlijk, omdat ik natuurlijk niet... Ik heb een aantal patiënten, misschien 1 of 2 per week, behandeld. En daar maak je natuurlijk primair hele duidelijke afspraken mee. Meet en de patiënt kan zelf ook lezen en geïnformeerd zijn over wanneer moet ik waarschuwen. Dat is niet alleen bij een getal, maar een combinatie van een meting die zorgelijk is, maar ook een conditie die verslechtert. Dat is dus 1. Dus de patiënt bewaakt zichzelf. Maar ik bewaak de patiënten eigenlijk deels ook via dat platform, door daar gewoon regelmatig even naar te kijken en die waardes te volgen. En ik heb eigenlijk nooit een alert gehad, want die waarden zijn nooit zo ver onderuit gezakt dat die alert noodzakelijk was. Maar hoeveel patiënten in totaal? Zijn ongeveer 25 zijn die fase ingegaan en door jou behandeld en door jullie behandeld? Ja, zeker 25. Ja, ja. Ik heb inderdaad de aanpak. Ik heb daar wel heel veel tijd in gestoken. Dat is een beetje mijn ding geworden, maar ik heb het ook uiteraard. Ik heb met mijn collega's, ik werk samen. Hè. Ik ben niet een huisarts op een eiland, dus ik deel in feite alle aanpak en nieuwe ideeën. Die deel ik ook, spiegel ik ook met mijn collega. Die heeft dat opgepakt, heeft er ook voor ons een soort praktijkprotocol van gemaakt, met ook wetenschappelijke referenties en onderbouwing. Ook een beetje naar onszelf toe als een signaal van wij willen gewoon wel proberen zoveel mogelijk ook vanuit wetenschappelijkheid te werken, al was dit dan wel nieuw en niet conform de richtlijnen. Maar die heeft ook een aantal patiënten behandeld en ja, ziet eigenlijk dezelfde resultaten. Want hoeveel zijn er uiteindelijk van jullie praktijk in het ziekenhuis terechtgekomen? Ik heb 1 patiënt 1 dag in het ziekenhuis moeten laten opnemen omdat hij een complicatie kreeg, longembolie. En dat is natuurlijk dat is heel moeilijk voorspelbaar, maar dat was ook wel iemand die in tegenstelling tot dag 7... eigenlijk op dag 3-4 al heel erg benauwd werd. Meerdere keren ook overleg gehad met de specialist in het ziekenhuis en de situatie was redelijk goed thuis, totdat er meer pijnklachten bij de ademhaling ontstonden. En ik heb toen een bloedbepaling laten doen, waaruit bleek dat er een grote kans was op stollingsproblemen. En dat is ook een beruchte complicatie bij ernstige COVID-patiënten. En die is toen verwezen naar het ziekenhuis, bleek inderdaad sprake te zijn van longembolie. En die mocht eigenlijk gezien haar redelijke conditie weer ontslagen uit het ziekenhuis met antistolling. Zou naar een revalidatieplek gaan, maar dat wilden ze niet, dus is weer naar huis gekomen. En dat is eigenlijk de enige bemoeienis in het ziekenhuis geweest bij ongeveer 30 patiënten tot nu toe. Ja, nou, als ik wel eens met medici praat over verschillende alternatieven, dan weten ze bijvoorbeeld niet van, ja, als je dat nog niet had gedaan, hoeveel hadden er dan uiteindelijk wel in het ziekenhuis beland? Dat vroeg ik me na 3, 4, 5 patiënten ook af. Die vraag kan ik ook niet beantwoorden, want statistisch of wetenschappelijk gezien is dit natuurlijk geen evidence. Maar ben vanaf patiënt 12 wel heel erg mijn best gaan doen om te proberen dit hier aandacht voor te krijgen, om dit dus ook kritisch te laten toetsen. Want
Anders dan heb je zoiets van, oh, ik heb iets leuks bedacht en dan wordt het een soort kokerzien. Maar ik zag ook wat er met mijn patiënten gebeurde. Het was een zo goed mogelijk wetenschappelijk onderbouwde wetenschappelijke benadering. Maar ik zag ook dat mijn patiënten die zeg maar saturatieproblemen hadden, dus dipte, dus te laag kwamen met een zuurstof na inspanning, die zag ik na 1-2 dagen volledig. Die zeiden, oh, ik voel me stukken beter. Ik voel me zo. Ik heb heel erg moeten zweten vannacht, maar ik voel me helemaal herboren. Ik zag binnen 1-2 dagen die mensen volstrekt weer normaal herstellen met ook normale zuurstofwaarde. Dus ik dacht, ja, als dit een patroon wordt, dan wil ik wel heel graag weten of dit uiteindelijk dus ook ziekenhuisopnames gaat schelen. En ja, dat is ook na 30 patiënten nog niet bewezen. Dus dat, maar als je nou even de timing neemt, hè, op een gegeven moment jij gaat die ingreep doen. Ja. In een ander geval moeten ze op enig moment wellicht naar het ziekenhuis. Hoeveel tijd zit er dan tussen waarop jij dat medicijn aan ze geeft, wat anders in het ziekenhuis aan ze wordt gegeven? Tussen, hoe lang duurt het normaal tussen wanneer jij denkt hij moet naar het ziekenhuis en die persoon in het ziekenhuis ligt en zijn medicijnen krijgt? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat dat misschien ook wel de meest essentiële vraag is die we ons nu met elkaar als medische stand moeten afvragen. Wanneer komt die patiënt in beeld? Kijk, het is op het moment dat een patiënt belt, ik word benauwder, ja, dat hoort erbij. Wij weten, wij van begin af aan hebben we natuurlijk niet heel goed het patroon herkend. En bij heel veel artsen is denk ik ook wel besef geweest van, griep, wij kunnen, er zijn richtlijnen, we kunnen het niet aan doen. Informeer de mensen zo goed mogelijk. Maar in het verleden ging ik ook niet naar mensen met griep thuis. Ook een beetje met het idee van, het is ook nog besmettelijk. Hè? Dus je probeert zo goed mogelijk advies te geven en vooral te bewaken dat mensen niet te benauwd worden. En ja, en in heel veel situaties kom je op het moment dat een patiënt te benauwd is, komen ze in beeld. Het gaat echt niet meer. En dan zijn ze toe aan een verwijzing. En de kunst is eigenlijk om ze eerder in beeld te krijgen. En ja, daar zijn ook niet echt richtlijnen voor of afspraken voor gemaakt bij mijn weten. Het patroon dat patiënten na ongeveer een week in één keer benauwder begonnen te worden en daarmee een soort systematische verslechtering optrad, dat heb ik eigenlijk geprobeerd terug te redeneren. Waar begint nou die brand? Het is iedere keer een huis staat in brand, maar ik heb geprobeerd om te gaan zoeken waar staat dat kaarsje en waar is dat gordijn wat in de eerste instantie in de fik vliegt, en kan ik dat niet blussen? Oké, en toen je daar eenmaal wat meer ervaring mee had, heb je dat ook gecommuniceerd met je collega's of op een andere manier geprobeerd aandacht voor te krijgen? Ja, zeker, ja. Uiteraard met mijn naaste collega en ook collega's om me heen. Bewust van het feit dat wij wel heel duidelijk een keus maakten, een beleid maakten wat niet conform de richtlijnen was, maar wel met het volle verstand, bewustzijn en ook het oogpunt veiligheid voor de patiënt, goede informatie met de patiënt van ja, hoe gaan we dit nu verder, hoe gaan we hier verder mee, hoe kunnen we dit op grotere schaal, daar heb ik eigenlijk binnen mijn beroepsgroep van alles aan geprobeerd. Ik heb veel overleg gehad met specialisten en naar mening gevraagd, maar die zeggen toch ja, het is niet bewezen in de eerste lijn, dus die verwijzen dan toch eigenlijk weer terug. Dat zul je zelf dan moeten bij je eigen beroepsgroep, denk ik, moeten proberen helder te maken. En daar heb ik mijn uiterste best voor gedaan. En ja, dan is elke keer de reactie er, het klinkt heel interessant, maar er is geen bewijs voor en er zijn geen richtlijnen voor. En er is eigenlijk ook, er wordt ook geen onderzoek naar gedaan. Dat is hier en daar internationaal zie je mondjesmaat wat pilots en maar het is allemaal zo schamel en zo weinig. En het kan natuurlijk ook niet in een hele korte tijd eventjes onderzocht worden. Maar ja, ergens moet je beginnen. En dat is maar met heel veel moeite en ook met alle begrip voor, we weten het niet, dus we moeten heel terughoudend en voorzichtig zijn. Ook angst voor dexamethason, dat een contra, een beetje juist een tegenwerkend middel zou kunnen zijn in bepaalde fases. Mm-hmm. Ja, was dat een moeilijke zoektocht, maar ik heb uiteindelijk het geluk gehad dat via de
HZD, dus de huisartsenzorg Drenthe, de organisatie, de bestuurder, iemand van het bestuur heb ik aangesproken, zegt hier moet echt iets mee gebeuren. En dat is uiteindelijk via het UMCG, professor Rijk Gans en een onderzoeksinstituut, huisartsen GPRI, is dat opgepakt en een onderzoek geworden. En jullie zijn nu bezig in Drenthe met dat onderzoek, begrijp ik. Ja, ja. We zijn in Drenthe begonnen met dat onderzoek. Ik denk dat 14 huisartsen daar ongeveer aan mee zijn gaan werken. Uiteraard naar goedkeuring van de Medische Ethische Commissie. Het is in een ongelooflijk hoog tempo is dit bekeken, kritisch bekeken en tot een onderzoek geworden. Er stond echt iedereen versteld van. Maar dat schetst ook denk ik het belang. Als dit klopt, als die bevindingen kloppen, is het natuurlijk gewoon fantastisch dat dat op grote schaal zou kunnen worden toegepast. Dus ik denk niet dat het voor niks heel snel tot een onderzoek is geworden. En daar ben ik uiteraard ook heel blij mee. En dat onderzoek is nu aan de gang in jullie praktijk. Ja. Maar er is ook al meer belangstelling, geloof ik, vanuit andere gebieden in Nederland, hè? Of andere huisartsenpraktijken. Ja, kijk, als je het verhaal vertelt, zullen heel veel artsen zeggen, theoretisch het gevoel krijgen, ja, dit zou alles kunnen kloppen. Maar aan de andere kant van, ja, maar is dat dan wel veilig genoeg? Dus iedere arts wikt en weegt en staat op twee benen van, het klinkt heel logisch en ik zou heel graag dat willen doen voor mijn patiënt. Aan de andere kant, pas op, kijk uit, want straks dan blijkt de waarheid toch wat anders in elkaar te zitten. Maar de boodschap moet dus ook heel duidelijk zijn. Eerst het onderzoeksresultaat afwachten, alsjeblieft. Het staat aan iedere geneesheer vrij om te doen en te beslissen wat hij zelf goed doet. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid als arts. Maar het moet niet in één keer een run of een hype worden. We moeten wel proberen om gewoon to the point te blijven. De resultaten af te wachten van de eerste pilot. Maar wat vooral belangrijk is, dat een deel van het onderzoek is ook het bewaken van de zuurstofopname en de zuurstofgehalte van de patiënt thuis. En daar kan iedere huisarts, als die daar of huisartsengroep zich bij aansluit, om dat vast te organiseren. Een soort landelijk, geen thermometer, maar zuurstofmeter traject zou ik haar zeggen. Want het is zo, naar mijn idee, zo belangrijk dat een patiënt die in die ontstekingsfase komt, op tijd ziet dat er iets met de zuurstofgehalte aan het veranderen is en dan op tijd de arts waarschuwt. En dat is ook waarom ik een opmerking maakte over de vraag die je ervoor stelde. Wat is dan het moment van instuur naar een ziekenhuis? Naar mijn idee komen we vaak toch nog te laat bij die patiënt. De patiënt voelt niet hoe ziek die is. De huisarts kan dat eigenlijk ook niet goed weten en inschatten. Dat begint dus bij meten. We hebben in elk geval wel geleerd dat we te maken hebben met de happy hypoxic. De tevreden mensen zitten vaak glimlachend, wat meewarig, rustig in een stoel. Die ogen niet hartstikke ziek en benauwd, maar ze zijn het wel. En die bewustwording dat dat op tijd moet worden onderschept, is eigenlijk de eerste belangrijke stap naar mijn idee. Ja, ik begrijp dat er ergens een protocol staat of over deze aanpak en dat die ook voor huisarts en trouwens ook voor anderen toegankelijk is. Wat is een bepaalde URL, een website die ik ook naast onder deze video ook zal vermelden, maar hoe heet dat? Het onderzoek is afgekort COPPER, met het Engels voor koper, dus COPPER, COPPER, COPPER-onderzoek.nl. Daar is een site en daar staat eigenlijk het hele verhaal dat ik vertel ook op. Dus de wetenschappelijke kant, de onderzoekskant. En nogmaals, de behandeltak van het onderzoek is deel 1, dat loopt nu. En dat is in principe nog geen nieuwe behandelwijze, maar dat is nu in onderzoek. De andere poot in het onderzoek, dat is die zuurstofbewaking thuis. En dat is iets waar meerdere artsengroepen zich in principe bij kunnen aansluiten. Via ook het GPRI, dus het onderzoeksinstituut wat het onderzoek leidt. Daar is op zich niet zoveel op tegen, denk ik, om dat als huisarts te gaan organiseren voor de patiënt. Al is natuurlijk ook de waarde daarvan. Het is niet het middel, het is niet de golden bullet, maar het is een middel om in elk geval die patiënt op tijd in beeld te krijgen. Ja, en we doen dit gesprek ook omdat ook patiënten zelf of mensen om een patiënt heen dit moeten beseffen, dat ook zij makkelijk in staat zijn om de zuurstofgehalte te meten, toch? Exact.
En er is niks op tegen om een thermometer. Ik bedoel, heel veel artsassistenten zijn vaak een beetje geërgerd. Ja, mijn kind voelt zo warm. Wat is dan de temperatuur? Ja, de thermometer is stuk. Thermometer hoort in ieder huishouden. En ik denk eerlijk gezegd, durf ook wel de stelling aan dat een zuurstofmeter ook in het huis thuis hoort van iemand die COVID besmet is. Nogmaals, de kans dat een infectie door met niet al te veel schade verloopt, is nog steeds het allergrootst. Maar je zal de pech maar hebben dat je na 7 dagen benauwd wordt en ja, te laat in beeld komt. Ja, dan zijn de rapen gaar. En dat zou ik heel graag willen voorkomen. Ja. Oké, okay, nou, heel mooi wat je aan het doen bent. Ik probeerde net ondertussen uit mijn hoofd even te berekenen met een praktijk van 4800 en 180 patiënten en 25 enzovoort. Maar dat is niet eerlijk natuurlijk, want elke praktijk is weer anders. De leeftijdsverdeling is anders. Klopt. En op die manier kan je niet onomstotelijk aantonen dat dit een goede werking is. Maar wat ik wel begrepen had, want ik had gelezen een professor die een reactie gaf in een krant op deze aanpak. En die zei, ja, dit klinkt zo logisch als wat. En bij mij klinkt het ook zo logisch als wat. Hoe eerder je die behandeling kan doen, die ook in het ziekenhuis wordt gedaan, lijkt me hoe beter het voor een patiënt is. Ja, waarbij inderdaad de discussie of de spanning in het hele gesprek zit. Wat is de rol van dexamethason? Ik realiseer me ook dat dexamethason in een fase waarin virussen heel hard aan het delen zijn, nou, toch op zijn minst gezegd dubieus is. Daar moet je mee oppassen. Maar dexamethason als een middel tegen inflammatie, dus ontsteking, ja, dat is iets wat huisartsen wekelijks in grote frequenties voorschrijven aan mensen met COPD, dus chronische longziektes, de stootkuur. Prednisolon 30 milligram is niet precies hetzelfde als dexamethason 6 milligram, maar het lijkt wel heel erg op elkaar. En je moet ook je heel goed bewust zijn dat je het middel echt tegen de ontsteking, dus tegen die host response die gestoord is, dat je probeert om die storm te laten liggen. En eigenlijk in de periode dat de wind aan het aanbakkeren is, dat je dan die dexamethason inzet. En dat is ook heel logisch. Dus mijn zoon noemde het eigenlijk, die is niet medisch, die is een hele andere. Maar zei, als ik het goed begrijp, is het gewoon je boerenverstand gebruiken. Nou, dat klinkt wel heel makkelijk, maar feitelijk is het wel zo. Waarom zou je een ontstekingsproces niet eerder behandelen als je ziet dat er aan het eind zo ontzettend veel ellende van komt? Ja. Hoe lang denk je dat het duurt voordat de resultaten binnen zijn van de studie op dit moment? Als het in dit tempo zo doorgaat, gaat het lang duren. Kijk, hoe langer het duurt, des te beter het voor de volksgezondheid is. Ik kan moeilijk zeggen, ik hoop dat er heel veel mensen snel in de studie komen, want dit is natuurlijk wat paradoxaal. Maar de frequentie, ja, het duurt langzaam omdat er niet zoveel mensen meer ziek worden. Is dat het? Ja, ik heb ook wel begrepen dat we hebben huisartsen zijn ook in deze periode ontzettend zwaar belast. Je moet wel even wat extra tijd hiervoor hebben en energie voor hebben om ook te zeggen, ik ga met zo'n patiënt in een onderzoekssetting. Hè. Dus ik denk dat het er vaak ook gewoon niet van komt, helaas. Gemiste kansen, maar de incidentie is in Drenthe, het is een dunbevolkte provincie. We zitten hier niet in de grootste brandhaard in Nederland. Dus we zullen ons best moeten doen. Er zijn ook huisartsen opnieuw extra aangehaakt, nu 18 geloof ik. Het is een kwestie van genoeg mensen tegenkomen. En ik heb het idee, als ik de laatste 2 weken bekijk, dat het weer iets lijkt te groeien in onze regio qua incidentie. Dus ik hoop dat we zo snel mogelijk resultaat zien. Maar we zijn afhankelijk van wat zich aandient. Nou, heel hartelijk bedankt voor het gesprek. Ik vind het heel inspirerend om te horen dat iemand gewoon op deze manier bezig is en probeert het maximale eruit te halen. En ik denk dat iedereen er belang bij heeft dat er uiteindelijk zo min mogelijk mensen in de ziekenhuis belanden en zoveel mogelijk mensen, ja, die grote val die ze kunnen maken, dat verhinderd wordt. Dus hopelijk op een later moment, als de resultaten binnen zijn, dat we nog een keer een gesprek kunnen voeren. En ik wens je nog veel succes. Hartelijk dank. Je ook succes. Dankjewel voor het gesprek.